Weet je wat nou zo leuk is de laatste tijd? Dat iedereen denkt maar dat ze allemaal maar verschrikkelijk veel verstand van voetbal hebben. Dat is toch om te gillen. Ik bedoel, ja, ik heb verstand van voetbal, maar jullie ook. Jullie hebben ook allemaal ja, verstand van voetbal. Natuurlijk, iedereen heeft verstand of kijk op voetbal. Maar niemand heeft natuurlijk de wijsheid in pacht over voetbal. Want dat is namelijk het misverstand. Er zijn mensen die denken, oh man, ik weet alles van voetbal. Ik heb zo verschrikkelijk verstand van voetbal. Hou op zich, alsjeblieft. Alle geleuter ook de laatste tijd over al die analisten en al die praatjesmakers. Over Ajax en die Martinez, dat was helemaal niks. En die Alvarez, dat was allemaal niks. En Ajax was heel veel minder en noem het allemaal maar op. Het is werkelijk om te gillen van het lachen. Wat een gezwets. En die gasten, het doelde al, ja. En zo gaat het maar door. En iedereen denkt maar in zijn eigen onzin dat ze allemaal zo verschrikkelijk veel verstand van voetbal hebben. Ik bedoel gisteren, ja, weet ik veel, stiekem op tv te kijken. Komt een strafschop zitten, die zegt mijn vrouw, die zegt dan bijvoorbeeld, ja, maar die strafschop gaat naast. Dat voel ik. Ik zeg, hè? En die strafschop ging ook naast. Ik zeg, hoezo dan? Waarom zeg je dat nou? Ja, ik heb verstand van voetbal. Ja, hou op alsjeblieft zeg. Dat soort dingen. Ik bedoel, ik heb trainers meegemaakt. Gesproken over verstand van voetbal. Komen met enorme tactische verhalen en een tactisch plan en dit en dat. En de tegenstander, die maakt gewoon na een paar minuten, die knallen gewoon de bal in de kruising. En dat hele verhaal, voep, kan zo de prullenmand in. Ja, verstand van voetbal, hou alsjeblieft op. Ik bedoel, Louis van Gaal. Even dit verhaaltje nog. Hè? En dan stop ik hem over verstand van voetbal. Want, Virgil van Dijk. Ja, hallo, daar hebben we het even over. Virgil van Dijk, dat is er toch even eentje. Nou, en Louis van Gaal, die haalde hem nooit bij het Nederlands elftal. Nee. En toen hem werd gevraagd, Louis, waarom doe je dat niet? Waarom neem je Virgil van Dijk niet bij het Nederlands elftal? Toen zei Louis, geen oriëntatie. Virgil heeft geen oriëntatie. Dat was zijn reden. Dat betekent geen oriëntatie. Dat wil dan zeggen dat hij dan niet helemaal in de gaten had wat er om zich heen zich afspeelde. En dat is het dan. En nu is Virgil van Dijk, die is voetballer van het jaar in Engeland. Die is Europees voetballer. Die is nu benoemd, of staat op de lijst voor voetballer bij de FIFA. En Louis van Gaal zegt, hij heeft geen oriëntatie. Nou ja, en daarmee wil ik maar zeggen, tot zover verstand van voetbal.